Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Expert Bokstel en Stage Event Equipment. We hebben vanavond een terugblik op de rockopera Jesus Christ in Concert Bokstel. We gaan het hebben over de theatertour van Droomtranen. En we krijgen een voorproefje op de proeftuin. En we gaan het hebben over de jeugdige toekomst van het waterschap. En ik sta naast Jeroen van der Velde, de kok. Je gaat vanavond dingen voor ons maken. Wat ga jij maken? Ik ruik al iets lekkers. Ja, een smoothie van ananas. Een smoothie? Een smoothie, een verfrissing, daar kan de zomer, zeker als het warm is. Lekker. Heerlijk. En verder? Een drietal gerechtjes meer met aardbei en asperge gecombineerd. Dus ik wist niet dat fijn kon. Fijn smaakgevoel in je mond. Nou, het kan. Lekker. Het is heerlijk. Goed. En een mini snackje, een mini komkommer, sorry, met een crème van limoen erin. Lekker, lekker. Ja. Nou, we zijn heel benieuwd. Wij gaan het live volgen, Jeroen. Ja, gaan we best. En het is vandaag dinsdag 12 april. Van harte welkom bij Dommeland Live. Waterschap de Dommel in Bokstel heeft een nieuw bestuurslid. En niet zomaar een bestuurslid, maar het is een jeugdbestuurslid, Nine van Hemert. Hartelijk welkom, Nine. Dank je. Naast jou zit Manon van den Oever, communicatieadviseur bij Waterschap de Dommel. Het allereerste wat in mij opkomt, Manon, is jeugdbestuurslid en Waterschap de Dommel. Mm-hmm. Dat is voor mij niet helemaal te rijmen, maar ik vind het wel ontzettend interessant. Vertel eens. Ja, nou, dat vinden wij ook. Waterschap de Dommel zorgt voor schoon, voldoende en veilig water. En dat doen we met heel veel inzet. En het leek ons heel goed om daar wat meer jeugd bij te betrekken. Mm-hmm. Om het werk ook wat dichter bij de jongeren te brengen en te laten zien wat we allemaal doen. Heel bijzonder. Wat is jouw taak daarin? Want ik heb gelezen dat je jongeren bestuurslid begeleidt. Dat is echt een mooi scrabblewoord met veel punten. Wat zijn jouw taken in deze? Nou, ik begeleid Nine. Nine is derde jeugdbestuurslid wat we als waterschap hebben. Hiervoor hadden we twee, een voorganger en een voorgangster. En nu zit ze nog in een introductieprogramma, dus ik help haar om het waterschap te leren kennen. En ik overleg dingen met haar, wat ze wel en niet allemaal kan doen. En binnenkort gaan we samen ook kijken wat voor plannen ze zelf heeft om bij ons waterschap allemaal teweeg te brengen. Dus op die manier een beetje steun en toeverlaat hoop ik te kunnen zijn. Want dit is de derde, geef je aan. Ja. Dus je bent ervaren. Wat kan ik me zo voorstellen bij een begeleiding? Kun je een voorbeeld geven? Wat doe je dan? Ze heeft onder andere bijvoorbeeld in ons personeelsblad heeft ze een artikel. Dus dan overleggen van wat vertel je daarin? Omdat natuurlijk de collega's werken 400 mensen bij ons waterschap. Ja, ook leuk vinden om te laten zien wat zij allemaal te vertellen heeft. En we helpen haar om op social media wat dingen te vertellen. Dus dat ze een keer twittert. Nou, net hebben we ook al een selfie gemaakt om straks stuk te posten. Ja, die horen er helemaal bij, hè, de selfies. Ja, dus, en gewoon als ze vragen heeft, dat ze bij mij één aanspreekpunt, zeg maar. Ja. En ja, is heel leuk om te doen. Ik heb gelezen dat het een landelijk initiatief is geweest. Nee, het is landelijk zeg maar doorgevoerd. Hè? Mm-hmm. Kun je daar iets kort over uitleggen? Want we hebben Waterschap de Dommel, er zijn er natuurlijk meer. Yeah. Kun jij kort aangeven wat de functie daarvan is van het jeugdbestuur in den lande? Nou, in 2010 is landelijk het initiatief opgepakt door de Unie van Waterschappen. Dus overkoepelend de organisatie, zeg maar. Daaronder vallen de 23 waterschappen in Nederland. En, dat we er veel meer... Oh, dat gaat iets niet goed met me. Ik schrik ervan. ik dacht dat er veel meer waren. Ja, er waren er ooit wel meer. Er zijn er een aantal gefuseerd de laatste tijd. En het initiatief kwam om elk waterschap een afgevaardigde jeugdige bestuurder aan te leveren, zeg maar. Ja. Dus daar zijn we wel meteen actief op ingesprongen. En landelijk komen ze dus een aantal keer wel... per jaar bij elkaar. Ja, ik kom zo dan, bij jou. En dan bespreken ze hoe ze ook landelijk dus water op de kaart kunnen zetten bij vooral jongeren. En wat merken jullie tot nu toe, want 2010 gestart, wat merk je tot nu toe van de voordelen wanneer je de jeugd bij betrekt?
Werpt dat zijn vrucht al af? Wat merk je daarvan? Nou ja, het is sowieso voor onszelf heel leuk. Het zet je ook wel weer scherp, hè? Dat je net zelf op een andere manier ook naar dingen kijkt, hè? Net anders oppakt. Mm-hmm. En nou, 2010, toen was het voor ons ook nog een beetje zoeken. En nu merk ik wel dat, ja, Nien is hartstikke enthousiast. En ja, dat geeft ons ook weer energie om dingen op te pakken. Ja, ja. En ja, gewoon haar blik en haar interesse. En ja, wij doen natuurlijk dingen ook al vaak jaren zoals we doen. Ja. En zij kijkt daar net weer wat frisser tegenaan. Ja, dan gaan we toch echt snel naar Nine. Want 14 jaar, derde gymnasium. Hoe in hemelsnaam kom jij op het idee om je aan te melden als bestuurslid bij Waterschap de Dommel? Dat is iets wat bij mij in die tijd nooit opgekomen zou zijn. Hoe is dat gegaan? Ja, nou, die vraag heb ik heel vaak gehad. Nee, het is heel toevallig op mijn pad gekomen. Het is bij mij via school gekomen. Een docent die zat aangekaart bij ons. En, was dat op initiatief van het waterschap op school gekomen? Ja. Ja, ja. Oké. Ja, en toen, in eerste instantie dacht ik, nou, oké, waterschap. Maar ik zocht op zich wel naar een uitdaging. Dus het kwam gewoon toevallig op mijn pad en toen dacht ik, nou, wel leuk eigenlijk, en wat meer informatie over opgezocht en En was jij al een beetje op de hoogte van wat is het waterschap of hebben we die of hoe ging dat bij jou? Eigenlijk, ik wist er zelf eigenlijk helemaal niet zoveel over, maar ja, dat spoorde me juist aan om daar dan iets over te leren. Dat vond ik juist wel leuk dan. En hoe ging dat in zijn werk? Moest je solliciteren of vertel eens? Ja, je moest eerst een sollicitatiebrief schrijven en dan in afwachting daarvan kon je dan op gesprek komen. En ik ben uit de 16 kandidaten met nog twee andere... 16? Dat is veel! Ja, ben ik op gesprek geweest en toen ben ik gekozen als nieuwe jeugdstudent. En hoe heb je daarop voorbereid? Want een sollicitatiegesprek, hè, iedereen kan dat misschien al beamen thuis, is best spannend. Kreeg je informatie vooraf of hoe ben jij te werk gegaan? Nee, ik kreeg eigenlijk... Nee, geen informatie meer. Nee. Gewoon van het gesprek vindt dan en dan plaats. Maar ik heb zelf even op de site gekeken en wat heeft het jeugdwaterschap al gedaan. En verder gewoon niet echt iets voorbereid, maar gewoon bedacht van nou, ik vind het gewoon vooral heel leuk om te doen. Dus gewoon mezelf zijn. Ik vind het knap dat jij op deze leeftijd die stappen al zet. En ook met overtuiging van interessant. En jij zei net, ik zocht een uitdaging. Ja. Klopt het dat ik daaruit proef dat je qua bestuursfuncties, dat je daar wel zin in hebt, ambitie in hebt? Ja. Of, ja? Ja. Heb je dat altijd al zo gevoeld? Of hoe gaat dat? Nee, dat is echt pas sinds de middelbare school, denk ik. Oh, ja. Ja, kort. Ja. Toch? Wat ambieer je dan als je het hebt over later? Ik heb eigenlijk nog geen idee. Het is gewoon vooral nu gewoon nog van veel dingen doen en ontdekken en dan... Slim, hè? Ja. Wat doe je zo al nu in jouw functie als bestuurslid? Ik ben nu dus inderdaad nog bezig met een introductieprogramma. En dan ben ik vooral een beetje in het gebied aan het kijken. En ja, we zijn nu dus bezig met een jongerenpanel opzetten. Ja, dat is inderdaad een nieuwe stap. Ga heel even terug naar, ik ben in het gebied aan het kijken. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ga je op pad? Ja, ik ga met een aantal gebiedsbeheerders een beetje in het gebied kijken. En dan vertellen ze wel wat dingen over van wat er dan in dat gebied is. En hoe dat dan een beetje in zijn werking gaat. Mm-hmm. Dus dan ben je aan het inwerken en aan het voelen van wat speelt er allemaal. Ja. En dan zei je net, ik ben bezig om een jeugdpanel op te gaan zetten. Ja. Wat is dat? Dat zijn gewoon meer jongeren die waar ik en met Manon dus samen frisse ideeën in kan brengen. En gaan kunnen bedenken hoe we het waterschap dichter bij jongeren kunnen brengen. In Bokstel? Ja, in Bokstel, maar ook gewoon eigenlijk het hele gebied van de Dommel. En dat is, kun je dat beschrijven? Ja, het is volgens mij in het noorden tot aan de rand van Den Bosch. Mm-hmm. En dan... tussen Tilburg en Sint-Oederode en dan tot aan de Belgische grens ergens. Zo, groot gebied. Ja. En daar ga je jongeren voor werven voor om een panel te vormen. Wat is dan het doel van het panel? Vooral het waterbewustzijn dichter bij jongeren brengen. En gewoon jongeren informeren over wat het waterschap dan precies doet. En veel met scholen en zo, dus dat soort dingen. En nu jij zelf wat meer in het waterschap bekend bent geraakt, hè, je bent nog aan het inleren en aan het inwerken. Ja. Jij zei net het bewust maken van water.
Ja, ik moet zeggen, ik draai thuis de kraan open en ik denk er echt heel weinig over na. Wat zijn dan wat zijn de dingen die je heel graag mee zou willen geven dan aan jongeren? Nou, vooral dat wij dat het niet vanzelfsprekend is dat wij hier nu met droge voeten staan. Kijk, ons gebied is dan nog wel redelijk stabiel, daar valt dan nog wel mee. Maar als stel er breekt een dijk door, dan ja, mensen weten niet hoe groot dan het gebied is wat dan overstroomt. Dus zelfs ik wist dat niet. Dus toen ik dat heb geleerd, dat was ook wel schokkend, zeg maar. Dus Manon, er is wel heel wat werk aan de winkel om ons gebied droog en veilig te houden. Ja, zeker. Ik heb laatst gelezen dat toen was die waterstand erg hoog. Mm-hmm. Toen heb ik, maar ik weet niet meer waar, zijn er ergens soort dijkjes, dingen dichtgezet of opgehoogd? Ja, we hebben in ons gebied niet echt dijken. We hebben wel waterbergingsgebieden bijvoorbeeld. En als er veel water komt, dan kunnen die vanuit natuur vollopen. Dankjewel Jeroen. Dus dan kan het water daar op een natuurlijke plek zijn weg vinden. En dat, daarmee zorgen we dat de inwoners in dat gebied geen wateroverlast hebben. Ja, dat is dus, echt belangrijk dat jullie er zijn, hè? Ja, dat is heel belangrijk, ja. Leuk, we hebben een kort fragmentje, want je had net verteld het jongerenpanel, hè? Jullie zijn op zoek naar jongeren. Ja. Ik stel voor dat we even gaan kijken naar het wervingsfilmpje om de jongeren zover te krijgen om mee te gaan doen. Hoi, ik ben Nina van Hemert, jeugdbestuurslid bij Waterschap de Dommel. Samen met de jongeren achter mij vormen wij het jongerenpanel. Met onze ideeën willen we het waterschap dichter bij jongeren brengen. Dus laten we onze koppen snel bij elkaar steken. Duik ook mee in het waterschap. Ja, dat is een wervend filmpje, hè, Nina? Ja. Het moet gaan lukken, denk ik. Ja, ik hoop het. Ja, leuk. Tot slot. Jongerenpanel, maar jij gaat ook naar landelijke bijeenkomsten, ja, hè? Wat doe je dan daar? Nou, voornamelijk bespreken over van, hoe willen we dan jongeren dichter bij water brengen? Dus meer landelijk. En meestal krijg je dan een opdracht over wat je dan in je eigen gebied nog gaat doen. En we zijn iedere keer op bezoek bij een ander waterschap en dan gaan we wat activiteiten doen en quizjes en dat soort dingen. Hou je nog tijd over voor school en je vrienden? Ja, genoeg. Goed, dat is allemaal goed geregeld dan. Ja, dat is allemaal goed. Mooi. Nou, ik wens jou heel veel succes. Jij, Manon, ook. En dank jullie wel dat jullie hier waren. Dank je. Ik ga naar Jeroen. We hebben een smoothie staan. Jullie mogen hem zo meteen meenemen. Jeroen, zal ik hem draaien? Of? Natuurlijk. Oh, dan valt bij mij het vorkje eruit. Nee, die valt er niet uit. Valt het niet uit? Die zit goed vast. Ik weet niet of jullie hem zien. Ja. Wat zit erin? Dat is rauwe, fijn gesneden asperges, aardbeien, muntenbij en een heel klein beetje olijfolie. Lekker. En je zult merken dat het enorm verfrissend is, zeker in de zomer. Hey, want die combinatie aardbeien en asperges, dat heb ik nooit geweten, joh. Nee, die verwacht je niet, hè? Nee. Gewoon lekker. Ik ga proeven, hè? Proef het maar eens. En wat ga je nog meer maken? Wat ik in het begin van de uitzending niet gemeld heb, is ik ga ook nog een tiramisu maken van citroen. Oh, lekker. Daar ga ik zo dadelijk aan beginnen. En dan die mini komkommertjes met de limoencrème en dille. Oh, lekker. Ja, je ziet er zo mooi. Fingerfood, ja. Ja, de kleine, makkelijke, frisse hapjes die je zelf in de keuken kunt maken voor. Ja, goed, ze zijn er nu al. Ja, je hebt een verjaardag, weinig tijd in de keuken. Wat ik nu aan het maken ben, is binnen een half uur te doen. Echt? Per gerechtje. Ik ook? Nou, misschien 40 minuten, dan weet ik niet. En het geheel kun je ook presenteren op een plateau, die je dan buiten op je tas neer kunt zetten. Mm-hmm. Ja, het komt helemaal goed. Het is lekker. Lekker, snel en makkelijk. Ik zie hier één ding liggen. Of moet ik even laten zien? Ja, dat is een... Wat is het? Een aanzetstaal. Een aanzetstaal is om je mes aan te zetten, dat die beter snijdt, dat die scherper is. Je slijpt hem niet, je zet hem alleen aan. En door het magnetisme ga je makkelijker door bijvoorbeeld een asperge heen of zo. Ah, nou, weer wat geleerd. Ik zou zeggen, ga lekker door. Ik vind hem hier. Mag ik hem hier even laten staan? Ik ga daar niet zitten eten. Nee, ik neem hem mee. Laat staan hier. Ik ga naar mijn volgende gasten. Ja, ik kom daar je anders weer wel brengen. Super, dankjewel Jeroen. Alsjeblieft. Tot zo. Nou, ik ga naar mijn volgende gasten. Loop ik even een rondje. Ja, mijn volgende gasten zijn van de Lions Club Bokstel Bellamy. En ze hebben namelijk een heel mooi doel en dat is om
maatschappelijk wat te betekenen voor organisaties in Boksel en omgevingen, als ik het zo maar zeg. Ze zijn vanavond te gast vanwege het evenement Proeftuin. Dat hebben de dames georganiseerd om geld in te zamelen voor het goede doel. Ja. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Want bij mij op de bank zitten Mirjam Jansen, president van Bellamy, hè, moet ik zeggen. En Aagje Verstegen, jij zit in de commissie van Proeftuin, heb ik begrepen. Ja. Ik vind het superleuk dat jullie er zijn. Ik begin met Mirjam. Ja. Ja, het is misschien een beetje cliché, maar het is volgens mij een vooroordeel dat mensen nog steeds denken, Lions Club, Bellamy, zijn dat nou alleen maar rijke mensen of is dat een vooroordeel? Laat het maar meteen gewoon van tafel gooien. We zijn gewoon 27 vrouwen die enthousiast zijn en uit diverse beroepssamenstellingen. En ook heel divers in leeftijd. En rijk zijn is geen onderdeel van lidmaatschap van Bellamy. Kijk, dan kan maar, het kan maar gezegd worden, hè? Duidelijk. Ja, precies. Ja. Jullie kiezen dus goede doelen, hè, om voor de mensen te zorgen. Hoe is dat in deze tijd? We hebben natuurlijk te maken gehad met een gigantische crisis, hè, mogen we wel zeggen. Ja. We hebben op dit moment toch in Nederland ook en in Europa te maken met een heleboel vluchtelingen die op ons pad komen. Ja. Heeft dit jullie keuze nog beïnvloed? Jazeker. Ja? Ja. Wat kun je daarover in die vertellen? Zin dat we, we organiseren ook evenementen die geld opleveren. Hè, zoals de Proeftuin en tot vorig jaar ook het kerstconcert. Mm-hmm. Hè, waar, en dat geld besteden we dan aan een goed doel. Maar dit jaar hebben we er bewust voor gekozen om geen kerstconcert te organiseren. Maar ook doe-goed activiteiten op te pakken die geen geld opleveren. En we hebben bijvoorbeeld door zelf de handen uit de mouwen te steken middagen georganiseerd voor de Eritrese vluchtelingen. De meisjes die hier in Boksel hebben verbleven. Mooi. En we hebben een middag de handen uit de mouwen gestoken bij een kerstmarkt bij verpleeghuis Lidwina. Hoe was dat? Ja, dat was heel erg leuk. Dat was echt leuk. We hebben achter kramen gestaan om kerstballen te verkopen. Een andere groep die ging met de koffie rond en weer een andere groep reed de mensen die zelf niet mobiel waren met de rolstoel langs de kramen. Ja, het was ontzettend leuk om te doen. Met wat voor gevoel ga je dan naar huis? Ja, goed, fijn. Dus ja. Doe goed, en het levert goed. Geen geld op, maar wel een goed gevoel bij ons, maar in de eerste plaats bij de mensen zelf. En verder hebben we al een heel aantal keren mensen die deelnamen aan activiteiten voor Eet met je Hart hebben we vervoerd, gebracht, gehaald. Onder andere ook onlangs nog naar Jesus Christ Superstar. Nou. Ja, dat was ook echt heel erg leuk. Oh, ja. Wat leuk. Ja. Ja. Dus het gaat niet alleen om het genereren van geldelijke middelen, maar ook zelf handen uit de mouwen steken. Dat is voor ons ook belangrijk. Is dat dan ook hoe jullie graag zouden willen zien? Dat de buitenwereld, dus die daar geen lid van zijn, naar jullie kijken. Dat ze die indruk hebben van, hé, dat is een club. Dat is niet de reden waarom we dat doen. Hè. We zijn gewoon lekker toegankelijk voor iedereen. Precies. Hè. En als je ook naar de Proeftuin van aanstaande zondag kijkt. Die is zo laagdrempelig. Daar kan en mag iedereen naartoe komen. Daar komt ook iedereen heel graag naartoe. Nou, dan switch ik naar Aagje. Ja. Want Aagje, jij bent van de commissie Proeftuin, hè? Wat doe je daarin in die commissie? Wat is jouw taak? Ik ben onder andere verantwoordelijk samen met nog een commissielid voor de kindergebeuren bij de Proeftuin. Oh, wat leuk. De kinderen kunnen een kinderkaart kopen voor 7 euro die dag. Ja, we mogen geen reclame maken. Sorry. Maar dat maakt niet uit. Excuus. Er is een kinderprogramma. Er is een kinderprogramma en met die kinderkaart kunnen ze allerlei workshops gaan doen. Zoals workshop? Diverse buitensporten en spel. Er worden vertellingen gedaan, ze kunnen zelf verhalen maken. Er is knutselkunst. Nou, veel? Heel veel, heel divers. Maar het idee is ook dat ze gewoon de hele middag
zelfstandig overal naartoe kunnen gaan en gewoon heel veel input krijgen. Ze krijgen ranja, onbeperkt aan een ranja-bar. Ze kunnen wat lekkers halen, ze kunnen hapjes maken. Dus het is echt het idee dat de kinderen van alle leeftijden zich gaan vermaken. Kijk, want proeftuin in het algemeen, kun jij uitleggen wat het is? Ja, eigenlijk zegt de naam het al. Het is proeven in de tuin. Ja. En de tuin is in Bokstel bij het Sint-Lucas. Mm-hmm. Een hele geborgen, knusse plek. Het is een ommuurde tuin. Mm-hmm. Wat er eigenlijk voor zorgt dat het altijd goed weer is. Want kijk, zodra de zon schijnt... Dankjewel. Dankjewel. Zodra de zon schijnt is het daar heerlijk. En het is een hele mooie entourage. Mm-hmm. En daar is het een soort platform voor Horeca Bokstel om zich te presenteren als zijnde een proeverij. Dus allerlei kleine gerechtjes die mensen met door middel van een zogeheten proeftuintje, kunnen ze die gerechtjes kopen. Ja, en de opbrengst gaat dan dus naar het goede doel. Ja. En de entree is geheel gratis. Aha, want dat was even bij sommigen nog wat de vraag van, het was gratis, maar toch kon je in de voorverkoop al kaartjes kopen. Dan mogen we daar ook geen reclame over maken, maar... Nee, maar dan heb je dus een korting op de proeftuintjes die je die dag kan uitgeven. Ja. En je bepaalt zelf hoeveel. Kijk, dus je kunt er sowieso naartoe. Je kan ook alleen de sfeer komen proeven. Ja, precies. Ja. Maar het is echt al, hoeveelste jaar is dit? Zeven alweer, hè? En het is echt, het staat als een huis, hè, volgens mij in Bokstel. We zijn begonnen in de Kleine Aarde. En daarna zijn we naar Sint-Lucas gegaan. Ja. En dat is een groot succes, hè? Ja, mensen kijken er echt naar uit, volgens mij. Hè? Ja, het is echt heel erg leuk. Zijn er nieuwigheden dit jaar? Wijnproeverij. Kunnen mensen daar alle minuten heerlijke extra proeven? Nou, zoals ik net al vertelde, eigenlijk over de kinderen. Dat is heel erg mooi uitgebreid. We hebben hele mooie live muziek. Entertainment. Dadelijk ook een gast die hier zit, die treedt ook. Oh, je mag gerust zeggen wie, hoor. Ik ben heel benieuwd. Wie? René en die Rooie. En Matthäus. Die kennen we. Ja, die kennen we. Treedt op. En we hebben onze DJ Peter van As. Die zorgt ook daarvoor. Kan dat heel goed, hè? Ja. Sfeermaker. Perfect, ja, precies. Leuk, hoeveel mensen verwachten jullie? Kun je daar, is daar al naar die, dit is de zevende keer, kun je al een beetje een balans opmaken van? Ja. We zijn begonnen met ongeveer 400, 450 gasten. Mm-hmm. En vorig jaar zaten we rond de 1000. Hoeveel kun je daar kwijt eigenlijk? Ja, kijk, in tegenstelling tot andere jaren hebben we de proeftuin vervroegd. Eerst was hij van 3 's middags tot 7 uur. Ja. En ook om het wat meer te spreiden, hebben we nu de tijd verlengd naar 1 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. En we beginnen dus met koffie, gebak. Je kunt er lunchen, je kunt er dineren, een glaasje wijn drinken. Dus lekker. Eigenlijk kun je de hele dag kun je je vermaken en de kinderen ook. Dat klinkt weer hartstikke goed. Ja. Ik heb ook begrepen dat er kunst geëxposeerd gaat worden. Heb ik dat goed? Die gaat kunstwerken maken. Ian van Gemert, bij wie moet ik zijn? Ja, misschien eerst bij de proeftuin. Ja, Ian van Gemert die doet een kinderworkshop, verzorgt ze. Ja. En de kinderworkshop is eigenlijk een 3D-kunstwerkje. Ja. En zij is gespecialiseerd om met kinderen, de fantasie van kinderen is heel puur en heel rijk. Mm-hmm. En zij inspireert ze eigenlijk om daar mee aan de slag te gaan. En met allerlei basismaterialen op klei, draad, touw, zelfs nylon sokken. Ja. Nodigt ze eigenlijk uit om daar een kunstwerkje van te maken. En gaat daar met die kunstwerken nog iets gebeuren? Of is het echt, je mag het mee naar huis nemen, kijk eens hoe mooi dat je dat gemaakt hebt? Of? Ze mogen het mee naar huis. Ja, dat wordt niet verkocht of zo voor het goede doel, weet ik het. Nee. Maar in even een uitstapje of een overstapje naar het goede doel. Dat gaat uit naar twee poten, zeg maar. Enerzijds gaat er een bedrag naar de aanleg van een wandeltuin bij verpleeghuis Lidwina. En daarnaast gaat er een gedeelte van de opbrengst naar de Stichting Alzheimer Regio Den Bosch.
En Charlotte Wind is voorlichter van die stichting. En samen met Ien van Gevelenhof, ja, dus de kunstenares, ja, die ook tijdens de proeftuin actief is, mm-hmm, gaan zij met een aantal nog thuiswonende Alzheimer-patiënten één of meerdere kunstwerken maken onder leiding van Charlotte, van Ien, mm-hmm, uiteraard. En die worden, als het goed is, in de wandeltuin van Lidwina geplaatst. Ja, bijzonder zeg. Ja. Ja. En wanneer weten jullie zo'n beetje na de proeftuin wat je aan bedrag hebt opgehaald? Want moet natuurlijk alle kosten en alles moet berekend worden. Nou, dat is het begin van de volgende week. Oh, ja. Dat is al snel. Ja, ja. Dat gaat onze penningmeester vlug berekenen. Ja. En hoeveel geld zou je willen ophalen? Is dat ook ieder jaar meer? Het kan niet genoeg zijn. Hè? Snap natuurlijk. Ik, maar dus zie je er een stijging in ook? Het is natuurlijk ook afhankelijk van het weer. Hè? Want hoe meer mensen er komen, des te groter de opbrengst natuurlijk is. En daarbij komt, in het verleden hadden we ook nog het kerstconcert. Dus nu zijn we echt helemaal afhankelijk van de proeftuin. Ja. Maar daarnaast hebben we een aantal sponsoren. Maar ook, en dat is heel mooi, mensen die het goede doel zo mooi vinden dat ze een donatie hebben gegeven. Mm-hmm. En inmiddels loopt dat bedrag ook al leuk op. Dus we hopen dat we een mooi bedrag bij elkaar krijgen. Dat begrijp ik. Nog even voor de kinderen, er zijn dus allerlei workshops, hè, dus je kunt lekker met je hele gezin op de zondag daarheen. Van jong tot oud, van alle baby tot... Ja, die ervaring hebben jullie ook al, hè? Ja. Nou, we hebben dus gemerkt dat het juist het laagdrempelige karakter van de proeftuin, mm-hmm, het informele gevoel wat er is, dat het juist voor familie en vrienden, maar ook zakelijk, zo'n fijne aangelegenheid is om met je kinderen, of je nou een baby meeneemt of een puberkind, mm-hmm, dat je daar samen zo'n dag dat je daar samen plezier kan maken. Ja, precies. Een mooie gelegenheid in een mooie ambiance en met lekker eten en drinken, lijkt me. Hè? En dan nog voor een goed doel. Ja, mooi. Ik vind het een mooi concept. Ik wens jullie heel veel mooi weer toe en een hele fijne dag. Dankjewel. Dank voor jullie komst dat jullie hier waren. Staat Jeroen er ook? Jeroen, sta jij er ook op de proeftuin? Ja, als gast. Als gast. Lekker zelf een keer eten en drinken. Eten, een glaasje wijn erbij, een dochter mee. Ja. Ja, het is reuze gezellig. Ik kan het helemaal beamen. Wat ik lekker vind is bij dit soort festivals, kleine hapjes. En dan zo'n kou van oesters, vind ik heerlijk. Twee of drie. En dan heb ik daar voldoende aan. Oesters? En oestertjes, die verkopen ze ook elk jaar daar. Oh. Een glaasje wijn erbij. En als we daar gehad hebben, dan haal ik even iets zoets, een ijsje. Dan ben je helemaal happy. Dan ben ik helemaal happy. Even lekker op het terrasje. Wat ga je nu maken? Oh, dit is leuk. Je hebt die komkommer heb je uitgerold, mini komkommertje? Ja, dat is een mini komkommertje. Daar halen we het zaad halen we eruit. Zit eraan. Kan ik niet laten. Nee, maar dat mag toch wel. Mag. Ja. Die vullen we met een crème, van crème fraîche en limoen en een beetje dille. Oh, lekker. Die spuit ik erin. En je hebt de fingerfood, die kunnen zo happen, zoals een toosje met zalm bijvoorbeeld. En gezond. Ja, en gezond. En nu doe je dit met een komkommer. Oké. En dan ga jij nu mengen? Je gaat... ik ga het nu maken. Mengen. Een paar verse dillen. Ja, heerlijk. Dus als je thuis kookt, kook zoveel mogelijk vers. Ja. Want snap ik. Het is gezonder. Ja, is die poeder niet gezond, Jeroen? Nou kijk, iets wat je droogt, daar haal je de smaak van weg als je het product vers gaat verwerken. Dus je kunt beter met verse kruiden werken en zo. Oké. Okay. Er zit ook nog vocht in en zo. Ja, ik ruik het hier, heerlijk. Ja. Ga je ook nog iets met met dit doen? Met die inhoud? Nee, die verdwijnen. Die gaan in de groenbak. In de vuilnisbak. In de groene, hè? In de groene, ja. Oh, dat is verplicht, hè? Ja. Lekker. Ja. Wat is dat nou? Ja, dat is een pepermolen deluxe. Dus, daar zit een lampje in. Er zit een lampje in en een knopje en dan gaat hij aan. Maar waar heb je dat lampje voor nodig? Om te zien hoeveel je erin doet? Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Er zit een lampje in. Ja, kan je eens zien, ja. Ja, ik denk als je een hele diepe bak hebt of zo, dat lampje erin. Nou, hartstikke lekker. Ja. Als je hem zo klaar hebt, dan zie ik hem graag. Ja, dat zou ik hem komen brengen. Lekker. Ruikt goed. Dille is lekker fris, hè? Ja, is fris, ja.
Ik ben benieuwd. Ik weet niet of ik hem tijdens de uitzending durf te happen, maar nou, dan pak ik hem na de uitzending. We gaan proberen. Okay. Tot zo. Ja, tot zo, hè, alsjeblieft. Ja. Want ik ga naar de volgende gasten. In Bokstel hebben we een hele bijzondere groep mannen die een prachtige theaterproductie hebben in de regio. De productie Droomtranen. En bij mij op de bank Wim Kuipers en René Cijfers, van harte welkom. Hoi. Dank je. Volgens mij gaat het hartstikke goed met de tour, hè? Ja. Het gaat super, ja. Het is vooral weer, we hebben er nu 3 gedaan en alle 3 waren een groot succes. Dus, en vooral ja, in ons eigen dorp Bokstel is natuurlijk, was wel het slag om op de taart. Dus, ja. Het ging geweldig, ja. Mooi, hè? Ik heb ook heel veel recensies gelezen en lovende kritieken. Ja. Wat geweldig. Ja, was ook echt leuk. Droomtranen vind ik zelf een prachtige titel, werktitel, met heel veel diepgang. Hoe heeft die bedacht? Hoe zijn we erop gekomen? Ja, het is eigenlijk Droomtranen in Oesterzult, dat is het oorspronkelijk. Sorry, in? In Oesterzult. Dat is ook alweer zo'n woord dat niet bestaat, maar het wel een lekkere bek, zeg maar. Mm-hmm. Is zo ooit ontstaan tijdens een woordenboekspel in Eetcafé de Kerk. Ach. Een niet bestaand woord en daar moest dan een omschrijving voor gevonden worden. En het woord heeft het overleefd, zeg maar. Het is, dat was het. Dat moest het de lading gaan dekken van de tour. Wat is de boodschap of het doel van deze theatertour? Ja, het is eigenlijk, hoe noemen we het ook altijd, van Tranendal tot aan de hemel. Tot Tranendal tot aan de hemel. Het zegt alles over de... Over de dieptepunten in het leven tot de hoogtepuntjes. En die reis, die doen we eigenlijk in een muzikale productie gestopt eigenlijk. En is het al gebaseerd op jullie eigen, is het autobiografisch, zeg maar? Als veel wel, ja. Ja, absoluut. Nou, het is eigenlijk allemaal autobiografisch. Mm-hmm. Maar dat is, we hebben bijvoorbeeld een liedje dat heeft Marco voor zijn overleden vader geschreven. We hebben ook liedjes over... Over dat de lente komt. Je hebt eigenlijk gewoon, er zit een hele diversiteit in labeltjes. Labeltjes, irritaties van labeltjes in je nek. Mm-hmm. Tot, noem maar op. Het is eigenlijk gewoon het hele scala komt aan bod. En dat was ook wel wat mensen zo raakte, was dat het heel luchtig was, maar ook veel diepte had. En dat maakt het zo mooi eigenlijk. De club mannen die voor Droomtranen bij elkaar zijn. Ja, ik neem even aan dat jullie elkaar natuurlijk al uit muzikaal Boksel kennen, maar hoe zijn jullie tot deze groep gekomen? Er is toch ooit iemand begonnen met, hey, zullen we? Hoe is dat gegaan? Nou, we komen wel, nu al René en ik bijvoorbeeld, we komen wel uit de verschillende stromingen van muziek. Mm-hmm. En we zijn eigenlijk in 2014 bij het project De Goeie, de Kwaai en de Rilke, zijn we tot elkaar gekomen en daarna hebben we eigenlijk besloten van, we gaan er een project achteraan doen en daar is Droomtranen geworden. Ah, dus zijn dezelfde, ongeveer dezelfde mensen? Ja, groot deel er wel, ja. Maar nu zeg maar los van Stichting Boel, neem ik aan? Ja, daar staat er los van, ja. Eigen initiatief? Ja. Mooi. Ja. Dus jullie kennen elkaar ook al een beetje, want ik kan me zo voorstellen dat als je dit soort gevoelige ontboezemingen Ja, het was eigenlijk heel organisch gegaan eigenlijk. We hadden van tevoren wel een aantal nummers, maar op een gegeven moment vielen die ook weer af. En zo zijn we eigenlijk steeds meer, kwamen er weer nieuwe dingen bij, nieuwe pareltjes. Dus we omarmden het eigenlijk elk nummer. En iedereen kon zijn dingetje doen. Joris Cijfers heeft ook nummers geschreven. Mm-hmm. Maar die had dan een andere tekst en dan ging Wim weer mee. Dus het ging heel erg, het was heel leuk om te zien hoe dat proces, het creatief proces ging. En we hadden ook geen grenzen gesteld aan onszelf. We hadden gewoon gezegd, het moet ons programma worden. Dus we willen het ook zo ook gewoon ons liedjes doen. Ja. En dat maakt het ook dat bijvoorbeeld Marco die zei, ik heb altijd een liedje willen schrijven over voor en over mijn vader. Mm-hmm. En die is in 2010 overleden en het nooit het moment gehad om dat, de inspiratie om dat te kunnen doen. En nu had hij zoiets van, heeft hij een liedje geschreven en naast mij, naast jou. En dat gaat echt over het feit dat hij dan het gevoel heeft dat hij er nog steeds is en dat hij het hoopt dat zijn vader het allemaal goed vindt wat hij doet. Mm-hmm. En dat is eigenlijk heel mooi. Maar hoe kwetsbaar ben je dan, hè, als artiest op maar het podium? Dat is wel de essentie van onze show ook wel, dat we onszelf al blootgeven. Ja. En dat doet hij echt wel. Hoe ervaren jullie dat, om op deze manier de nummers te brengen?
lijkt me namelijk iets heel anders als bijvoorbeeld in One Two Trio. Ja, heel anders. Heel anders. Nee, maar hoe ervaar je dat? Ja, nee, want het zit veel meer. Het raakt je wel. Het raakt ons meer omdat we zien dat het... We spelen in Veldhoven aanstaande zondag met Team King. Dat is een voor kanker. Dat is een benefiet, hè? Ja, dat is een benefiet. En we hebben daar een previewavond gehad. En dan zaten we op de dinsdagavond dat PSV moest voetballen voor 50 vrouwen. Want de mannen zaten thuis te kijken. En wij zijn daar gaan spelen. Maar het was natuurlijk ook gerelateerd aan kanker. En er waren een aantal mensen, vrouwen die daar die op dat moment ook hadden. Hè, en ook gehad hebben. En daar waren ze op een gegeven moment, hadden we alleen maar huilende vrouwen voor ons. En wat doe je dan? Nou, wij schrokken er een beetje van. Omdat we niet in de gaten hadden dat wat wij deden zo'n impact had. Ja, en we hadden, zo moet ik zeggen, ons openingsnummer is Alles Komt Goed. Mm-hmm. Titel. Nou, hadden we dan toch maar eventjes, zeg maar, iets later in het programma gedaan om er een uitleg bij te geven. Okay. Want ja, er zaten ook een terminale mensen in het publiek. Ja. En als je dan gaat zingen, alles komt goed. Maar we hebben het wel gedaan. En achteraf vonden die mensen dat wel heel fijn, want ze hadden zich beledigd gevoeld als we het niet hadden gedaan. Want, bijzonder hoor. Ja, dat was een hele bijzondere avond. Het was klein publiek, maar het was wel een hele bijzondere avond. Maar het maakt het ook wel mooi dat mensen ze hun eigen interpretatie geven aan onze liedjes. Ja. En dat daardoor het zo gevoelig wordt. En dat wij daar misschien wel van tevoren helemaal niet in de gaten hadden. En daarom zijn we ook gewoon aangenaam verrast dat het zo dat mensen het zo raakt. Dus daar zijn we heel blij om. Het komt echt van binnenuit, hè, bij jullie. Dus ongetwijfeld ga je dat uitstralen. Het komt natuurlijk niet zomaar voor elkaar, zo'n theatertour. Er moet wel wat voor gebeuren. En om een indruk te krijgen hebben wij een aantal beelden van de soundcheck. Want jullie waren afgelopen weekend in Podium Bokstol. Ja. Daar gaan we even naar kijken. Het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Er moet wat gebeuren om een stukje techniek ook voor elkaar te krijgen. Ik zag een jonge man zitten achter de knoppen. Ja, een jonge man van 15 jaar. Mijn zoon, ja. Ja, hoe mooi is dat? Ja, dat was ook echt leuk. Want ik heb hem gewoon gevraagd. Ik zeg, wil je dat doen? Ja, en een jongen van 15 jaar zegt, dat is goed. Oh, wat leuk. Voor hetzelfde geld. Hij was ook wel geïnteresseerd. Dus we hebben hem al vroegtijdig gevraagd. En toen zei hij, dat wil ik wel doen. En we hebben hem eigenlijk gewoon voor de leeuwen geworpen en heb ik gezegd, dit is het ding en als je een schuifje doet, dan komt er een licht. En heeft hij dus opgepakt en echt geweldig. Hij vond het zelf ook geweldig. En vooral omdat hij nog op het eind werd hij nog genoemd dat hij het licht deed. En opa en oma zitten er natuurlijk en moeder. Dus die vonden ze helemaal geweldig. Ja, te gek. Ja.
Ik heb ook echt de indruk, en ook als je naar de beelden kijkt, dat het een fijne club onder elkaar is. Ja. Want anders krijg je zoiets niet voor elkaar, hè? Ja, het is een stukje, het is ook een vriendschap die we wel ontwikkeld hebben. We kenden elkaar natuurlijk al, maar door dit zijn we heel dicht bij elkaar gekomen. Ja. Mooi hoor. Ja, dat is echt leuk. Ik las ook dat Maarten Melis een stukje regie heeft toegepast. Misschien is het wel leuk om dat even uit te leggen, want heel veel mensen denken, ja hallo, een band die speelt toch? Mm-hmm. Maar vertel eens... Ja, Wim of René? Nou, Maarten heeft... De bijdrage van Maarten was vrij beperkt, maar wel heel belangrijk. Hij heeft ons zeg maar een stukje op het goede spoor gezet in de fragmenten tussen de liedjes door. Hè, want je speelt een theater. Ja. En dan moet je toch net iets meer bieden dan alleen maar liedjes. Je moet er een beetje tussendoor praten. Je moet het publiek ook een klein beetje meer vermaken dan alleen met muziek. Ja. En we hebben daar wel heel gewoon gehouden, heel natuurlijk. Gewoon dicht bij jezelf? Dicht bij onszelf, maar hij heeft ons wel net een paar tipjes gegeven en adviezen. Van nou, misschien kun je het daar even over hebben of misschien kun je het daar even over hebben. En dan gewoon op je eigen manier verwoorden. Hij was eigenlijk een beetje een spiegel voor ons. Hij hield ons echt zo van... Als je iets doet, doe het dan moet je het ook echt doen. Je moet het niet twijfelen. Het is, doe het dan niet. Of doe het dan juist heel overdreven. Want het is natuurlijk, je moet jezelf ook gewoon, je moet het groter maken. En dat, theater, hè? Ja. Theater is natuurlijk gewoon ook niet alleen het verhaaltje vertellen, maar ook hoe je het vertelt. Mm-hmm. En dat is hij, daar is hij natuurlijk een ster in. Daar is hij goed in. Ja. Komt er nog een, komt er een vervolg, denken jullie? Ja, ik vind dat zo'n cliché vraag, maar dat is eigenlijk... Mensen willen het altijd weten. Ja, want het is altijd te kort en het moet nog een keer. Het wordt veel gevraagd, maar we hebben gezegd, dit is het project. En het is zelfs met de goede, de kwaaien, de lelijke en al die dingen die we met Stichting Boel ook gedaan hadden in het verleden. Dat was altijd een project en dit is niet anders. Nee, precies. Dus we houden dit ook gewoon als het mooie van nu. En je weet nooit wat de toekomst brengt. Nee, maar ik heb in ieder geval altijd het gevoel, het is mooi om ook iets af te ronden. Ja, dat is ook de reden waarom je projecten doet. Mm-hmm. Dan heb je ook gewoon, net zoals Jesus Christ Superstar, is natuurlijk geweldig, maar dat houdt ergens een keer op. Ja. Daardoor blijft het ook zo mooi. Precies. Is dit hobbymatig of kunnen jullie hier ook je brood mee verdienen? Goeie vraag. Dit project is hobbymatig. Ja. Maar over het algemeen, jullie andere werkzaamheden zijn toch in de muziek, hè? Of zit ik daar bij jou sowieso? Ik niet. Ik organiseer wandelreizen. Oh, dat ben jij. Dat heb ik op Facebook voorbij zien komen. Dat is hij. Wat leuk. Hij is er heel goed in. Ja. Oh. Ik zou bijna zeggen www.wimkuipers.nl. Dat is reclame. Nee, mag niet trouwens. Nee, maar ik ben nog steeds wel beroepsmuzikant. Ja, maar dit is voor mij echt gewoon om je ei kwijt te kunnen. Ja. Dus dat was mooi. Dat is ook gelukt. Ja. Heel mooi. Want jullie hebben er nog een paar voor de boeg, hè? Ja. In ieder geval de benefiet ook nog. Ja, en dan in Oorschot nog, daar zijn nog kaarten voor. En, 22 april. 22 april. En dan is het klaar. Nou, fijn dat jullie hier waren. En heel veel succes met de tour. Dank je wel. Graag gedaan. Ik ga nog een keer naar Jeroen. Die heeft hier ondertussen al wel de hapjes op tafel gezet. Maar ik ga toch even naar je toe wat je nu aan het maken bent. En dat is eigenlijk de eerste keer... In al die jaren dat ik zeg maar Dommeland Live heb gedaan, natuurlijk moet je als presentator ontzettend objectief zijn. Maar dit onderwerp, Jesus Christ, ik val in voor Geert. Ik kan niet objectief zijn bij Jesus Christ natuurlijk, want ik zat er hartstikke middenin. Maar het is voor mij ook wel heel leuk om nu hier te mogen zitten en dat ik twee castleden van Jesus Christ Superstar uit Boksel op de bank heb zitten. Namelijk Jeff Kuipers, die de rol van Judas speelde. En Noortje Brusset, die mede voor de choreografie en de dans heeft gezorgd. Van harte welkom. Hi. Ja, Jesus Christ heeft Boksel betoverd. Vanaf 16 maart tot en met 20 maart stond een heel groot deel van Boksel natuurlijk in het teken van deze rockopera. Ik vind het heel raar, chef, om jou nou vragen te stellen, want jij was Judas. De asperge? Ja, dat is een rauwe asperge. Die ben ik ragfijn aan het snijden. Julienne noemen ze het ook wel in het keuken. Ik weet niet of je het wel eens gegeten hebt, de rauwe asperge. Nee. Net bij bij de aardbeien. Ja, gemengd met die aardbeien. Ja. Dat was wel dostlessend, vond je niet? Ik heb er niet op gelet. Nee, ik was een beetje druk. Dan moet je straks nog maar eens een keer doen. Maar dat is juist natuurlijk puur vocht. Nou ja, kijk, als het straks warm is, 30 graden, een hittegolf en je hebt dorst, ja.
pak dan het uiteinde van een asperge en eet die op. De goede kant, neem ik aan? De goede kant. De kop moet je dan niet opeten. Oh. Die is bitter, juist. Dat is heel raar. Als je hem kookt, dan is de kop het belangrijkste. Okay. Als je hem rauw eet, pak je op de kop naar de rest van de asperge. Je eet hem op en je hebt nauwelijks geen dorst meer. Dus één asperge werkt net zo goed als 4 glazen water. Och joh, dat wist ik helemaal niet. Ja. Maar je bent nu aan het fijnsnijden? Ik ben nu aan het fijnsnijden. Ik ben een paar gerechtjes aan het bijmaken met die aardbei. Oh, lekker. Ja. Om daar uit te delen. En als ik hier weer klaar ben, dan maak ik nog een paar kommetjes bij en zo. Oh, lekker. Dan gaan we dan heerlijk knabbelen. Want de asperges, het is nu het seizoen, hè? Is dat nou vroeg of laat? Ik vergeet dat ieder jaar. Ja, nou, ik denk ook elk jaar terug. Zijn ze nou vroeg of zijn ze nou laat? Als ze halverwege april zijn, of net na de tweede week, dan zijn ze toch wel redelijk op tijd. Hè? Dus we zijn op tijd, ja. Of niet? Ja. Ja, op tijd, gewoon keurig. Ja. Keurig. Ja. Ik weet uit het verleden wel, dat ze een keer halverwege maart al gestoken werden, de eerste in ieder geval. Het is weer weersafhankelijk. Ja, maar het is goed aspergesseizoen volgens mij, of niet? Zoals ik hoor van de omgeving en van de aspergesboeren, ja. Lekker. Ja. Ik heb ze zelf nog niet gegeten, alleen deze. Ja, je bent al aan het snoepen, dat is ook zo verleidelijk. Hè? Ja. En jij blijft toch zo slank bij jouw beroep. Ja, ik loop veel denk ik in de je keuken. Je loopt veel, ja. Dus, Nou, ik ga dadelijk lekker van zo'n komkommertje genieten, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ik ga weer terug, want mijn volgende gasten zitten al klaar. Jij hebt dus geadopteerd voor de Jezus. Ja. Wat had je, zoiets van, nou, ik voel me wel Jezus, of hoe zat dat? Eigenlijk meer, ik wou altijd de goede Rick spelen en niet de slechterik. Alleen achteraf gezien was de slechterik eigenlijk wel voor mij best wel een leuke rol om te vertolken. Eigenlijk stiekem. Dat is dan een hele uitdaging, hè? Ja. Oh, en we hebben een klein primeurtje waar ik heel erg blij mee ben. Want wij hebben nog helemaal niks gezien zelf, hè? Maar wij mogen vanavond een heel klein stukje van Judas laten zien. Dus ik zou zeggen, kom maar op in de Heilige Hartkerk, hè? Hoe is dat dan? Hoe gaaf is dat, hè? Gaaf, hè? Echt gek. Echt leuk. Want dat maak je niet mee, hè? Als je daar op het podium staat, weet je ook niet wat het licht doet en hoe de mensen het zien. Nou, je hebt wel een indrukje natuurlijk, want je hebt van tevoren al iets van het lichtplan gezien. En ook met de generale repetitie, dat alles werd stilgelegd. En dan heb je wel een bepaald idee, maar je ziet het nooit van vooraf. Je ziet het altijd inderdaad gewoon van waar je staat. En nou zie je het helemaal te gek. Vet, hè? Ja, echt gaaf. Ja, het is echt hartstikke mooi. We willen meer zien, maar we moeten nog even wachten, heb ik heel begrepen. Even. Hoe heb jij je ingeleefd in de rol van Judas? Want het is eigenlijk het verhaal, Jesus Christ, de rock opera in concert, wordt verteld eigenlijk door de ogen van Judas, hè? Ja, het is de laatste dagen van Jezus Christus, gezien door de ogen van Judas. En ja, ik heb met heel veel... Ja, overleg ook met Maarten, hoe dat we daar samen zouden zien en hoe dat we daar samen vorm gingen geven. Maarten Menes die Jezus speelt. Onze Maarten. Ja. Ja, en dat was eigenlijk een soort samenspel. En we hebben daar met elkaar afgestemd van hoe gaan we dit doen, hoe gaan we dat doen, hoe zie jij het, hoe zie ik het. En dat is gewoon samengesmolten tot één brok Jesus Christ, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. Jij hebt al eerder Jesus Christ gezongen, hè? Dat staat me ergens bij. Je hebt dat ooit verteld. Ja. Wat was dat? Toen had ik de rol van Simon Zealotus, maar dat is 20 jaar geleden. Oké. En waar was dat? Was in Tilburg. laat ik het zo zeggen. Het was een soort cast van allemaal mensen die eigenlijk later naar Joop van den Ende zijn gegaan. En naar Ballet van Vlaanderen. En zelfs in Oostenrijk. Zo. En die mensen die... was vanuit de zanggroep van mijn oude zangleraar, Edward Hoepelman. En die,
ja, die had gewoon echt heel veel zangers bij elkaar in zijn les zitten. En ja, tegenwoordig heeft hij les bij het conservatorium en zo. En die is dat gaan doen? Van Joop van Ende, dus. Ah, gaaf. Ja, leuk hoor. Jij bent muzikant, is dat ook jouw beroep of doe jij daarnaast, heb je nog andere werkzaamheden? Ja, ik werk ook nog als muzikant, maar ook ja, daarnaast ja, werk ik ook nog. Ja, ja. Ja, er moet ook brood op de plank, hè? Ja, want als het daar niet is, dan hebben de kindjes niet te eten. Nee, precies. Hoe was het voor jou, want je hebt natuurlijk al de nodige ervaring, hoe was het voor jou om te werken met de band van Dave Hannard, die de muzikale leiding had? Hoe is dat voor jou gegaan? Nou, eigenlijk heel vertrouwd, laat ik het zo zeggen. Je merkt inderdaad dat Dave, Roeland en ja, alle andere muzikanten die erbij zitten, inderdaad, dat zijn allemaal ja, toch wel professionals. En ik voel me daar eigenlijk daar prima in thuis eigenlijk. Mm-hmm. Het zijn heel makkelijke mensen in omgang. En muzikaal gezien inderdaad, ze zijn gewoon echt wel hartstikke goed. Hoe heb jij de reacties? Hoe zijn die bij jou binnengekomen? Even kort, we komen daar nog op terug, maar wat hoor je zoal? Nou, laat ik het zo zeggen. Bij wijze van spreken kan ik nou niet over straat, inderdaad, of ik word wel een keer aangesproken. En hoe is dat? Zelfs in de Lidl, weet je nog? En de Aldi en de gaan we weer met de reclame, mag niet. Nee, klopt. Ik was er toevallig live bij. Ja? Ja, dat mensen. Want jij had, de spelers hadden met de brildragende spelers die... lekker. Dankjewel, Jeroen. Super. De brildragende spelers die werden verzocht om te kijken of ze lenzen konden dragen. Ja. Ik vond dat wel heel bijzonder, want dat kijkt... Ja, ik heb niks tegen brildragers hoor, maar het kijkt wel mooi, hè? Nou, het is authentieker, hè? Mm. Dus het was ook een verhaal dat zich afspeelt in de oudheid. En ja, in de oudheid hadden ze nog geen brillen. Maar jij wordt dus herkend op straat? Ja. Ja, en hoe voelt dat? Nou, ik krijg heel veel de vraag inderdaad of dat ze... wanneer we het weer gaan doen. Ja. Dus, mensen willen niet dat het eindigt, hè? Nee, inderdaad. Dat merk ik gewoon heel erg. Ook heel veel positieve reacties. Ik heb nog geen één negatieve reactie gekregen of zo. Mooi. En het voelt gewoon echt, ja, gewoon echt heel leuk. Ik stap even naar Noortje, want die zit hier zo mooi. Noortje, jij hebt je samen... Jullie zijn later ingestroomd, hè? Want wij zijn natuurlijk... De cast is in september begonnen... Vertel eens even hoe jullie als danseressen erbij zijn gekomen bij de productie van Jesus Christ. Ja, er zijn een gemmie gevraagd of ze dans zou verzorgen. Dus ze bij ons gekomen net voor carnaval. En zijn we de week na de carnavalsvakantie begonnen met dansen maken en meiden vragen om mee te doen. Want wij is... Thelma en ik. Thelma van den Brand. Nee, van den Bos. Ja, ja. Dat doe ik altijd fout. En jij? Ja. Jullie zijn er ingedoken, want ik kan me nog herinneren, chef, dat jullie op de repetities binnenkwamen van, dit zijn de dansers. Dat is een klus geweest, joh. Ja, we hebben veel gevraagd, ook van de andere meiden. Er deden 25 meiden aan mee. Ja, die hebben echt heel veel op moeten geven en veel avonden moeten oefenen. Ook daar hebben we een klein fragmentje van. En ik zou het heel leuk vinden om daar samen met jullie naar te kijken van de dansers. Danseressen. Kun je blijven kijken, hè? Ja, heel leuk om te zien. Ja, vind je het mooi om te zien? Ja, ik ben er echt heel blij mee. Ik zou het zo weer willen doen. Ja, ik ook. Zo werkt dat, hè? Ja. Hoe was dat nou voor jou? Want de spelers waren natuurlijk al maanden met elkaar bezig. Jullie komen toch als vreemden binnen zo'n toch al vrij hechte club. Hoe is dat voor jou gegaan? Hoe heb je dat ervaren? Ja, de eerste keer repetitie zou ik niet vergeten. Wij voelden ons niet echt heel welkom. Voor de spelers was het natuurlijk ook lastig. Wij kwamen 2 weken voor de show. Ik was het niet. Nee. 2 weken voor de show kwamen wij in één keer.
Ja, maar, van, ja. Ja, wij doen de dans. Ja. Dus er moet ruimte zijn ook voor ons. Tuurlijk. En wij moeten meedoen. Dus, oh, maar ja. Ja, maar dat is volgens mij toch wel heel snel goed ja, gekomen. Ja, uiteindelijk hè? Wel, ja. Echt wel, uiteindelijk wel. Wat hoor ik nou? Ik weet ja. Er niks. Ja, de eerste keren. Ja? Ja. Maar uiteindelijk hebben we allemaal genoten en heeft iedereen zijn plek gevonden binnen de groep. Ja, het was ook echt heel mooi. Hoe, want ik heb begrepen, was dat jouw moeder die ook nog op het laatste moment nog voor kleding heeft gezorgd? Vertel ja. Dat eens. Ja, er waren problemen met rokken. Er werden maar 15 rokken gemaakt, want ze hadden doorgekregen dat er 15 meiden meededen. Maar er deden er 25 mee. Oh. En ze gingen nu nog 10 rokken maken. Dus nee, die vrouwen hadden het al zo druk met al die kostuums. Ja, toen ben ik samen met Thelma op een zaterdagmiddag om 4 uur naar Tilburg gereden, stof gaan halen. En mijn moeder heeft zaterdagavond en zondag zitten naaien voor de rokken voor ons. Oh, wat geweldig. Ja. Wat lief, hè, je ja. Moeder. Voor jou ook een vraag. Hoe heb jij het ervaren, Jesus Christ? Want jij zei net al, er werd heel veel gevraagd, hè, van die danseressen, nog jonge meiden. Hoe heb jij het ervaren, die periode? In ieder geval als we het hebben over die laatste week. Ja, heel leuk. Heel druk. Vermoeiend, maar ik vond het echt geweldig. Een ervaring. Ja, het was een hele happening in Boksel. Dus ja, mensen hebben het er nog steeds over. En dat is heel leuk om te horen. Ja, inderdaad. Jij zei natuurlijk iets van de jonge meiden, hè? 13, 14 ja. Jaar. Hoe is dat dan gegaan? Want jij hebt dat, mensen thuis weten dat niet. Je hebt zo je eigen groepen, hè? Je hebt echt de acteurs-zangers, dan heb je de dans en je hebt de kinderen, orkest, de vrijwilligers. Iedereen heeft zo zijn eigen gebied, hè? Waar je dan begeeft. Maar die kinderen hadden volgens mij ook tentamenweken. Ja, toetsweken. Oh ja, toets. Ja, dus die hadden het heel druk. Die moesten leren. En wij vroegen veel over Jesus Christ en repeteren en oefenen. Heel veel aanwezig zijn. Ja. Dus ja, die meiden hebben het zwaar gehad. Ja, maar ze wel hebben leuk. Het goed gedaan. Ja. Ja. Jij zou het zo weer doen, hè, chef, zei je. Uh-huh. Zelfde rol? Ja, waarom niet? Dat weet ik niet. Jawel. Ik proef een twijfel. Nou, een twijfel, laat ik het zo zeggen. Misschien is het beter inderdaad als bij een volgende keer inderdaad iemand anders die rol doet. Dus er hoeft geen exclusiviteit op te zitten. Dus, zeg je dat uit bescheidenheid of vind je echt dat het zo... Ik vind echt dat het eigenlijk zo wel is. Mm-hmm. Okay. Want de andere mensen moeten ook de kans krijgen, vind ik. Ah, wat tof van je. Ja. We hebben nog... in ieder geval, dankjewel dat jullie hier waren. Want we zijn zo'n beetje tegen het einde van de uitzending gekomen. Maar wij hebben nog beelden van reacties van het publiek. Want dat, ja, dat krijg je eigenlijk ook niet mee. En dank voor jullie komst. Laten we daar even naar gaan kijken met z'n allen. Nou, dit is... Ik heb er gewoon geen woorden voor. Indrukwekkend. Ontroerend. Emotioneel. Kippenvel. Alles van zo'n hoog niveau. Het spel. De zang. Ja, kippenvel. En mensen verdienen een compliment. Dat is echt geweldig wat ze dan hier op de planken brengen. Ja, je voelt gewoon de liefde waarmee het is gedaan. Enthousiasme onder elkaar. Ja, dat komt tot in de achterste banken. Geweldig. Ja, hoe is dat dan om te horen, chef? Nou, zo zou ik het zeggen. Het is gewoon geweldig. Mooi, hè? Ja, echt wel. Ja, want dat krijg je ook niet mee, hè? Nee. Zenders af en dan... redelijk snel naar huis om uit te rusten, hè? Ja, dat was het wel, ja. Nou, jullie mogen hartstikke trots zijn op jullie zelf. Whatever. Nou, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van Dommeland Live. Jeroen, hartelijk bedankt. Ik ga lekker nog proeven van al jouw lekkers. Ja, dat gaan we vandaag zeker doen. Goed zo. Ja. Iedereen bedankt voor het kijken thuis. En ik wens u een fijne avond en tot een volgende Dommeland Live.